De kletsavonden. 3 weken lang genieten van Oeteldonk op zijn smalst. Hallo. Mijn naam is Jan-Pieter van den Meulenberg. Dan horen jullie te zeggen, hallo Jan-Pieter van den Meulenberg. Hallo Jan-Pieter van den Meulenberg. Dat gaat dan goed. Ik wil jullie welkom heten op onze derde en tevens laatste avond van onze AV-meeting. Worden niet zo snugger onder jullie. De AV-meeting, dat is een meeting voor anonieme verslaafden. En zo te zien hebben jullie daar veel last van. Ik ben hier om iemand die anoniem is van zijn verslaving af te gaan helpen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar gaan staan. Ik ga het hem zo maar eens even bijroepen. Ik zal er zo anoniem mogelijk proberen te doen. Stefan, jongen. Oh, dan gaat het om mis. Kom er maar bij, jongen, en ga het eens vertellen. En dan ga ik u er dadelijk helemaal van afhelpen, jongen. Geef hem een klein applausje, jongens. Hallo. Hallo. Mijn naam is Stefan. Hallo Stefan. Ja, en ik heb een probleem. Ik ben namelijk verslaafd aan social media en aan mijn telefoon. Maar als ik hier goed kijk, ben ik niet de enige met een verslaving. En voordat ik hier kwam, ben ik al 11 keer bij de psycholoog geweest. Maar die zin, Jezuske, die telefoon, dat gaat echt niet meer. Die is voor jou een brug te ver. Nou, ik moest hem daar gelijk in geven. Het ging echt niet meer. Nee. Ons man, die werd er ook helemaal gek van. Ik moest voortaan maar buiten gaan Facebooken. En van Loek ook. Want ja, mensen hadden er last van. En binnenkort, hè. We kunnen op het terras ook niet meer op uw telefoon zitten. Want daar hebben andere mensen er last van. Ja, wat moet dan? Het aquarium heeft Loek ook al even niet meer. Ja, want met de telefoon, hè. Nou, is mijn allerbeste vriend. Ja. Ja, als ik te veel gezopen heb, zal hij echt niet tegen mij zeggen. Hé, hey, Van Eten! Gas naar de kiet. Met een auto. De auto. Ja, de auto, ja. Want als jij gaat lopen, loopt jij tegen iedereen aan te zeiken. Ja, de eerste woorden bij de intocht. Ja, en ons man, die heeft me vorige maand naar een huisdokter gestuurd. Die zegt van, Jezuske, ik kan voor jou niks meer doen. Ga dan maar eens naar een echte goeie psycholoog. Karel Koligen. Die zegt, ik weet wel een goeie. Die heeft niet alleen mij, maar alle mensen in de smidse en in de stallen blij gemaakt door mij van de klets af te helpen. Maar ook deze psycholoog die zin, Jezuske, jij moet afscheid nemen van de telefoon. Afscheid nemen. Alsof ik de laatste tijd al niet genoeg afscheid genomen heb. Van de jong, van de bende. Maar mijn beste vriend, hè, die is slim, hè. Die heet in de app, en dat heet Shazam. De Oetlongse versie heet natuurlijk Quack M. En daarmee kent hij heren welk nummer dat het is of waar dat het op lekt. En bij het laatste kwekfestijn ging het natuurlijk helemaal vooraan staan met die app bij de Henkies. Want ja, het zal toch niet, hè?
En ze speulen daar nimmer. En die telefoon die zit, het ligt helemaal nergens op. Voor mij is dat de ene van Brouwers, of niet? 1-0. Maar die tekst, hè? Op mijn telefoon, alles gezien en vucht. Ja, mijn vriend is wel slim, maar niet super slim. Hij snapt het verschil tussen zomertijd en wintertijd, maar hij snapt de OC-tijd niet. Ja, dat heb ik niet gehoord. Vanaf volgend jaar wil ze carnaval een uur keer laten stoppen. Dan mijn telefoon snapt dat niet. En jullie toch ook niet, of wel? Nee, mooi. Dus degenen die willen, kunnen bij mij gewoon lekker een uur langer deur gaan. En hij heeft nog een app. De carnavalsmaps. Dat is een soort van Google Maps, maar dan voor de carnaval. Dan kun je zien hoe verschillende plaatsen mee de carnaval hieten. We hebben natuurlijk het prachtige Oeteldonk, Lampengat, Kruikenstaat. Maar sinds deze jaar zijn er een paar nieuwe plaatsen bijgekomen. Amsterdam heet nou Grootgrachtengat. Of op zijn Amsterdams gezeten, Grootgrachtengat. Maar als je eens goed naar die naam kijkt, hè, is dat wel gebaseerd op de gemeente Sertogenbosch. Groot. Nou, dat is net afgebroken. Gracht. De enige gracht die ik ken is Liest inderdaad. En gat. Dat zijn Empel, Engelen, Orten en Rosmalen. En dat is al 1200 jaar zo. Tenminste, dan zeggen ze daar. En over gaten gesproken. Je moet af en toe wel lekker een gaatje vullen. Dan heb ik altijd wel trek. En dan is al ben ik altijd blij dat ik met mijn beste vriend bij de hand heb. Want dan ken ik zo naar de app van thuisbezorgd.nl. En dan heb ik altijd wel zin in wat oosters. Nummer 36. En een voelmender. Dat is lekker hoor. Maar laatst komt alleen nog maar apart bestellen. Nummer 36. Foe. Nummer 37. Jong. En nummer 38. Bende. En sinds gisteren kun je alleen maar foe bestellen. Want het lekt op elkaar of zo. Ja, lekker eten. Daar ken ik zo van genieten. En mensen, genieten, dat is belangrijk, hè. Geniet van het leven, geniet van de momenten. Blijf soms ergens iets langer stilstaan. Net zoals ik met de Leicester carnaval. Liep ik door een Uilenburg in. En dan zag ik daar een vent helemaal kapot te gaan van de zatheid. Kotsen. Pissen in zijn broek. Nou, daar kan ik van genieten, hè. Hoe dat die vent werd afgevoerd in een politiebusje. In zijn konijnenpak. Ja, dat is toch niet normaal? Dat is hetzelfde als dat jij mee naar Pasen en dus een kerstboom gaat opzetten. En onder die kerstboom Sinterklaasliedjes gaat zitten zingen. En op die carnavalsmaps is er ook nog een andere plaatsnaam bijgekomen. Daarbij Rosmalen. Maar daar vieren ze een ander soort carnaval. Afgekort ook wel AZC. Maar daar hè, hebben ze ook een prins. Hè? Prins Ali, wie kent hem niet? Ali nee. En ook daar hebben ze een popstaal, maar niet zo groot en machtig als onze knillers, hè.
En die doen ze op dinsdagnacht ritueel verbranden. De pop van Nolleke Rolls. Die asielzoekers tevreden. Want ze hebben daar een eigen feest. En Nolleke Roos tevreden. Want ze vallen onze Oeterdonkse duskes niet lastig. Hé hey, Wimmeke. Kunnen jij misschien met uw OS dan misschien langs gaan? En neemt gelijk de Henkjes mee. Kunnen daarover de lieve heer gaan hebben. Ja, waar zonder telefoon niet allemaal goed voor is, hè? Ja, hij is normaal goed voor meerdere dingen. Zo had ik een app. En daarmee kunnen op een soort van blind date gaan. Ja, dat vond ik wel leuk, ja. Maar niet een helemaal blind date, want ik kon wel een profiel zien met een leuke foto. Dus ik had een date gepland met een mooi diske van 12. Dus ik ga naar de restaurant toe. En die een ober brengt mij naar dat tafeltje. Zit daar aan dat tafeltje. En een dikke vent van over de 100 kilo. Nou, die was vol lof over zijn eigen. Die vond zijn eigen helemaal geweldig. Had mij zelfs een poster meegegeven. Hier heb ik hem bij. Miranda, wil jij mijn bekoeven mee? Kan ook nog niet. Mannen? Waarom wil niemand hem hebben? Wil jij hem hebben? Hoger? Ga hier, Louis, hadden jij maar mij. Ja. En toen besefte ik me dat het misschien wel handig was dat ik toch afstand zou nemen van mijn beste vriend. Ja, ik heb er ook wel alles aan gedaan om van die verslaving af te komen. Nicotinepleisters. Niet geholpen. Ik ben op cursus geweest. Maar op die cursus hadden ze appel. Ja, appel ja. Geef mij maar de peer. Maar op die cursus is eigenlijk nog erger geworden. Ik ben daar verliefd geworden. Op Huawei. Op Huawei, ja. Zo'n lekkere kleine Chinezen. Met van die lekkere kleine knipjes. Maar ja, ik zou dan toch echt afscheid gaan moeten nemen van mijn telefoon. Oh, hier waren we 1 jaar samen. En hier, bij de verbranding van Noro's. Ja, deze moet daar nog even snel uitprinten. Oh, deze. Dat vertel ik jullie niet. Ja, en dan ken ik dadelijk ook niet meer op Facebook. Dan kan ik die berichten van Romy Hielsen niet meer zien. Ik wist er niks mee. Dat wou ik zeggen. Ja. Dan rest mij nog 1 ding. Er gaat ook een telefoon bij. Word ik gebeld? Ja, de tijd is om. Oh, mijn tijd is om. Oh, Miranda, wat ben ik toch een misselijk vrouwke, hè? Ja, weet wel wat van doen. Ja, dankjewel. Ja, voordat dat echt gaat gebeuren, wil ik jullie nog 1 ding zeggen. Ik wil jullie bedanken dat jullie naar mijn laatste verhaal hebben geluisterd. En Hans, ik wil jou ook bedanken,
Want het was deze drie keer zo leuk natuurlijk. En eigenlijk vind je gewoon een lekkere vent. Geef die poster maar terug. En ja, ik ben echt benieuwd wat Jan Pieter gaat doen om mij van mijn verslaving af te helpen. Dus Jan Pieter, kom maar. Geef die mensen even die zak doen. Het is goed met die je bent. Dat denk ik niet geholpen, jongens. Fijn in de carnaval, hè.